perspectief. En dit jaar is dat de film van Jane Campion, The Piano, die je net gezien hebt waarschijnlijk, uit 1993. In dat jaar werd de film echt ongelooflijk bejubeld. Het was een feministisch meesterwerk. Jane Campion die won de Gouden Palm in Cannes. Ze was de eerste vrouw die dat won en ook de laatste tot nu toe. Want nadien heeft nooit meer een vrouw die gewonnen. De film kreeg 3 Oscars. Eentje voor beste scenario en de 2 vrouwelijke hoofdrolspelers kregen er 1. En het grappige is dat vorig jaar hebben een heel bataljon aan filmjournalisten heeft een top 25 gemaakt van de beste films ooit door vrouwen geregisseerd. En daar stond Jane Campion met De Piano op 1. En ons leek het nou eens leuk om te kijken van als dit de beste film is ooit door een vrouw geregisseerd. Hè? De film is 27, 28 jaar oud. Hoe kijken we er eigenlijk nu naar? Wat vinden we eigenlijk nu van het feministisch gehalte van die film? Hoe kijken we naar de seksscènes? Hoe kijken we naar de rol van de Maori en de montage? Kortom, hoe ervaren we de film anno nu? En dat doen we met een panel. Ik stel ze even aan je voor. Om te beginnen. De allereerste vrouw die ooit afstudeerde aan de Filmacademie in Amsterdam. Ze was regieassistent van Paul Verhoeven in Turks Fruit. En werd uiteindelijk zelf de allereerste vrouwelijke speelfilmregisseur in Nederland. Met films als Het Debuut, Een Vrouw als Eva, Van de Koele Meren des Doods en Een Maand Later. Allemaal films waarin de vrouwelijke hoofdpersonen zich willen ontplooien. Maar eigenlijk heel veel belemmeringen tegenkomen van wat de maatschappij van hen verlangt. Ze maakte ook nog een paar documentaires, waaronder eentje over de maagd Maria, Noushka van Brakel. Fijn dat je er bent. Aan de andere kant van mij zit de vrouw die zowel filmjournalist, programmeur, programmamaker en schrijver is. Ze publiceerde onder andere het boek The Other Director over cameramensen, ofwel Directors of Photography. Daarnaast geeft ze inleidingen en lezingen, organiseert ze symposia, programmeert ze op festivals en spreekt net zo makkelijk diepgaand over fantasy en science fiction als over arthouse. Gerlinde Heijwegen. En dan de man die geboren en getogen is in Liberia, in een grote familie van wetenschappers, wijzen en dichters. Later woonde hij in Kuwait en in Syrië, maar steeds zat de oorlog hem op de hielen en zo vond hij uiteindelijk een thuis in Nederland. Hij schreef boeken als De Zwarte Napoleon, Zwijgplicht en binnenkort verschijnt zijn nieuwe boek Ongekende Liefde, dat ik al heb mogen lezen en dat prachtig is. Wat leuk is om nog te zeggen is dat hij al in Liberia zijn centjes opspaarde om naar de film te gaan. En een groot filmliefhebber is en daar ook graag over schrijft. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Gerlinde, misschien, ja, ik spreek iedere keer iemand aan, maar val in de reden en draag bij. Dat is allemaal prima. Kun jij je vinden in het oordeel dat dit de beste film is ooit door een vrouw gemaakt? Ik heb al een beetje moeite met de beste film ooit door een vrouw gemaakt, omdat ons dat weer ergens, oh ja, die vrouwen maken ook films. Ja. Dus ik ga vast nog veel moeilijker doen, dit gesprek. Nee, ik kan me er niet in vinden, maar het heeft vooral daarmee te maken. Het is gewoon een van de beste films ooit gemaakt. Ja. Simpel. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo'n fan van De Piano, maar daar komen we straks nog wel op. Maar dat die prachtig is en ook vandaag de dag nog, als ik het heel erg onaardig zeg, als een tiet kijkt, niet heel erg ziek, maar echt fantastisch ga ik er doorheen. Het is gewoon een hele bijzondere film. Dus dat het door een vrouw is gemaakt, dat maakt heel veel uit, maar doet er eventjes niet toe. Dus ja en nee. Zie je het als een arthouse film of meer als een soort gotisch melodrama? Ik zie het als een gothic arthouse film. Ja, dat is het natuurlijk ook eigenlijk. Ja. De kern van De Piano, wat is dat voor jou? Ik heb hem, net zoals jullie ook, natuurlijk recent een paar keer gekeken. En gisteravond ook nog. En zojuist niet, want we moesten elkaar leren kennen. Ja. Of nog eventjes weer bijpraten. De kern voor mij is dat ik naar een... En het is heel flauw om te zeggen dat ik naar een film kijk die ook een beetje vals is. Het is flauw omdat het De Piano is een beetje vals. Oké. Flauw woordspeling. Ja. Omdat ik hem zo verschrikkelijk mooi vind. En als verhaal ook echt een beetje vals. Ik vind hem seksistisch. Ik vind hem racistisch.
En hoe ouder ik word, hoe meer problemen ik daarmee heb. Mm. En omdat die zo mooi is, word ik steeds een beetje van wat ik ervan vind afgebracht. Dus hij verleidt me steeds. En dat haat ik een beetje. Nou, inderdaad, racistisch en seksistisch, daar valt wat over te zeggen. Daar wil ik uitgebreider op ingaan. Ik laat het nu even bij deze opmerking. We parkeren hem even, als jullie het goed vinden. Want daar komen we gewoon nog op terug. Vind je dat de film historische waarde heeft? Ja, vind ik. En vind je dan ook dat hij eigenlijk in die tijd gezien moet worden als een product van zijn tijd? Of vind je dat hij een soort universele waarde heeft die blijft staan? Ja, misschien wel allebei. Want het is interessant om te kijken hoe de reacties waren toen hij in 93, voelt nog maar kort geleden, maar is het niet. Mm. Wat we er toen van vonden en nu is dat heel anders. Dus ik vind het interessant omdat het iets zegt over die periode. Ook als soort film, begin jaren 90 werden ook arthouse films ineens wat groter en kreeg je een beetje meer crossover tussen de bioscoop en echte filmhuisfilms. En daar is deze film een van de eerste van. Ja. Dus dat is filmhistorisch interessant. Mm. En er is een soort van kleine bibliotheek over die film gevolgd. Ongelooflijk. Hebben jullie dat ook gezien? Nou, ik heb flink gegoogeld, maar je kan echt een bibliotheek beginnen met wetenschappelijke artikelen en filmartikelen en essays die geschreven zijn over deze film. Dus hij spreekt in ieder geval heel erg tot de verbeelding. Ja. Dat wist ik niet. Dat is heel interessant. Ja. Heeft Jane Campion zichzelf ooit nog overtroffen na deze film? Nee, vind ik niet. Nee. Ik vind het, ik moet eerlijk zijn, Top of the Lake, de serie heb ik... Twee jaar en vier jaar geleden of zo, ja, hè? Twee series. Dat vond ik ook prachtig, hoor. Ja. Die ken ik niet, dus als ik die eventjes erbuiten laat... En Holly Hunter komt ook terug, hè? Goed, dus het is wel haar hoogtepunt. Ze is een hele bijzondere maker, daar komen we straks misschien nog... ze zeggen ook, veel mensen zeggen, het is het beginpunt van de female gaze. Nou, dat vind jij vast niet, want jij had al een female gaze voor die tijd. Hoe kijk jij daar tegenaan? Ik vond het heel moeilijk om mijn mening bij te stellen toen ik hem gisteren bekeek, uitgebreid. Want ik had in mijn hoofd dat ik het een ontzettende mooie, spannende, psychologisch interessante gothic melodrama vond. Ja. Mooi, prachtig. Dat heeft ook heel erg te maken met het camerawerk. Ja. Het is alles heel close. Je zit in een waanzinnig eiland of whatever. Ja. Ver weg van alles. Dus het onttrekt zich aan de realiteit. En nu ik hem voor de tweede keer na zoveel jaar weer een keer zag, toen had ik ook heel veel teleurstellingen. Ah. Omdat ik van alle drie de personen de psychologische background niet begreep. Ja. Ik denk, en dat is dan misschien te nuchter Hollands, waarom sleep je in godsnaam zo'n piano zo ingewikkeld naar een plek waar je eigenlijk niks te zoeken hebt? Mm. Nou goed, laten we even specifiek over de vrouwen nu praten. Dus over Ada en haar dochter Flora. Ja. Wat vind je van Ada als personage? Ik vond haar nu in het begin, en dat is een regieopvatting geweest van Jane Campion, dat hele strakke, ze heeft dus een probleem, een frustratie, ze heeft haar eigen stem weggehaald, zeg maar. Dan hoef ik niet per se te weten waardoor, er wordt iets gesuggereerd, maar dat interesseert me niet zo. Maar door de eerste 20, 30 minuten zo strak te spelen, krijg ik geen ingang tot haar. Ja. Dus ik begrijp niet, er is iets heel erg mis met haar, maar wat is dat dan? Hoef ik niet een medisch dossier te krijgen, maar dan wil ik een beetje het gevoel te krijgen van... Maar werkt dat als een soort aanzuiging? Ben je daardoor extra, zit je op het puntje van je stoel om haar juist te willen leren kennen? Want dat kan. Je kan als regisseur of schrijver informatie achterhouden, zodat je lezer of kijker juist heel erg geïnvolveerd raakt. Ja. Maar dat was bij jou niet zo. Nee, ik ging me een beetje ergeren. Ja. Omdat ik het niet snapte nu. Ik snapte nu niet waarom ze zo terughoudend en zo... En ze speelt dat heel consequent. Dat is natuurlijk heel, heel, heel knap. Terecht ook die prijs. Maar ik zat te denken, waar zit ze mee? Wat ik een prachtige oplossing vind, is hoe ze met die dochter... Ja. En dat kind is zo ongelooflijk goed. Ja. Mm-hmm. Dat is voor mij de ster van de film. Ja. Want die is speels, die is boos, die heeft een hele eigen wereld. En die speelt ook een beetje een nare rol in het hele verhaal. Maar doordat ze zo... veelzijdig is en ook zo'n warme kant heeft,
Ga je daarin mee? Want ze verlaat de boel natuurlijk wel. Wat ik dacht bij, bij de dochter was dat zij dus die traditionele rol van een vrouw, wat verwacht wordt van een vrouw, speelt. En dan daartegenover de moeder. Dus ik denk dat Ada eigenlijk een soort kunstenaar is. Dus haar wezen is het verwezenlijken van een kunstenaar zijn. Omdat kunstenaars, zoals Thomas Mann en Dode Venetia zei, of schreef, zijn geneigd om passies te kiezen of te kiezen voor dingen dat hun tot hun ondergang zou leiden. En in dit geval dus is dat de piano. Dus waarom inderdaad, je vraag was waarom zou je dan de piano helemaal meeslepen uit Europa, helemaal naar de andere kant van de wereld. Dat is dus de oorzaak van haar ondergang of al de ellende die zij gaat meemaken. En dus is dat wat kunstenaars doen. Ze passen niet in het beeld die wij van hen hebben. Nee, of verwachtingen. Nee. Dus ik denk dat zij de ultieme kunstenaar is. Ja, ik vind dat wel een interessante visie. En de eindscène waar ik straks nog over wil praten, die zou dat ook ondersteunen. Ja, precies. Nog eventjes. Jij hebt in je boek, wat ik gelezen heb en wat ik iedereen aanraad, want het is een superleuk boek. Heb je geschreven dat vrouwen anders regisseren? Ja, vind ik wel. En het lijkt me leuk om nog voordat we overal heel diep op ingaan, nog even te kijken van wat is dat dan? Wat is dan typisch vrouwelijk in een regie? Ik vind het, in hokjes stoppen ben ik niet zo'n voorstander van. En het is met mijzelf natuurlijk ook gebeurd. Want toen ik begon, dan had je vrouwenfilms en vrouwenfilmfestivals en het was allemaal hartstikke nodig. Maar ik heb zelf altijd een beetje hekel gehad aan dat van, oh jij maakt vrouwenfilms. Ja. Ik was nu de recensies over Koelemeren aan het doorlezen. En daar was het steeds van vrouwenfilm dit en vrouwenfilm dat. En ik heb het nodig gevonden voor die tijd, omdat die ontwikkeling door moest komen. Het was nieuw, er kwamen steeds meer vrouwen bij gelukkig, die vanuit hun eigen point of view films gingen maken. En ik heb wel wedstrijden gedaan vroeger in die tijd van of je het kon zien, ja of nee, zonder dat we dan wisten van. Nou, daar zat ik ook vaak naast hoor. Maar viel ik midden in een film op televisie. En er was aandacht voor kleine dingen. Er was tijd, het werd rustig verteld. Er was ook het was niet meteen met veel bombarie. Dus het is wat gevoeliger, vind ik. En dat kan natuurlijk dat is ook natuurlijk meteen weer een dooddoener. Maar ik vind wel dat over het algemeen ook de studenten die ik heb meegemaakt op de Filmacademie waar ik les heb gegeven, zag je toch wel heel vaak, dat gaf ook problemen in de crew, dat ze meer tijd nodig hadden om eens even iets nog weer anders te bedenken. En dan, ja, maar je hebt toch een draaiboek gemaakt en dan kijken op de set van, ja, maar er gebeurt nu iets met die acteurs. Dat wil ik niet kwijtraken, dus daar ga ik nog meer tijd aan besteden. En dat vind ik wel iets feminiens inderdaad. En herken je dat terug in deze film? Zou deze film door een man kunnen zijn gemaakt? Nee, dat denk ik niet. Zeker niet geschreven. Nee. En wat is het? Ja, inderdaad. Waardoor je zegt het vrij stellig. Ja. Ja, omdat ik natuurlijk ook vooringenomen zit te kijken. En toch die hele ontwikkeling van hoe die emoties, die zijn heel tegendraads. Ieder van die personen heeft een probleem. Ja. En dat wordt niet uitgesproken. Dat moet je maar zelf de conclusie trekken met wat er gebeurt en wat er soms over gezegd wordt. Dus het is heel verscholen. En dat vind ik ook het mooie eraan. Ja. Het feit dat Ada, jij vindt haar in het begin heel erg gesloten, zie je dat veranderen? Ja. En dat het mooiste moment eigenlijk wat jij net zei over het kunstenaarschap. In het begin kan je denken van nou die vrouw die is niet goed bij de hoofd. Die is verliefd op die piano, die speelt die prachtige muziek van die componist. En wanneer zie je dat heel goed? En dat vond ik zo mooi gespeeld die acteur die zogenaamde Maori speelt. Harvey Keitel. Ja. Dan Baines heet hij, ja. In het begin van de film, dan zit zij te spelen en kijkt hij, en het is niet frontaal gedraaid, maar dan kijkt hij heel oplettend. Ja. En dan zie je dat hij dat herkent. Ja. Dat vond ik zo mooi. Want op dat moment zie ik het ook. Hij ziet het kunstenaarschap in haar. Ja. Een soort verliefdheid. Ja. En hij, hoe het verder verloopt, dat vond ik dan minder aangenaam. Maar je ziet op dat moment, hij herkent
Ja. Dat dat alles voor haar is. En daar heeft hij dus ook een heleboel voor over. En dat vond ik een heel mooi gegeven. Mm-hmm. Ja. Hoe vind jij dat? Want de mannen, eigenlijk is deze film een strijd tussen twee mannen. Hè, zo zou je het kunnen zien. Je kan het op allerlei manieren bekijken, maar zeker ook zo. Mm-hmm. Hoe zie jij de mannen in deze film? Nou, ja, slecht. Nou ja, ik, die man dus, man van Ada, vind ik echt, moeilijk. Of misschien wel, er is geen echt sprake van liefde in dit verhaal, in deze film. Hij houdt gewoon niet van haar. Dat zie je gewoon duidelijk. Ik bedoel, hij bekommert zich meer om het land, hè, wil een stuk grond hebben, dan proberen te doorgronden waarom is, hè, hoe zit Ada nu in elkaar en wat is er aan de hand, waarom is zij zo als ze is. En ik zag geen toenadering en al pogingen van hem om haar echt te doorgronden. Ja, het is echt geen eerlijke pogingen geweest, heb ik het gevoel. Mm. En bij die andere man, dus die Harvey Keitel personage. Deens, ja. Ja, dus ik had het gevoel wel dat hij waarschijnlijk afhankelijk door had dat het echt, dat hij Ada dus kon krijgen op die manier door die piano te toe-eigenen. Maar dan, misschien wel op een gegeven moment veranderd. Dus, hè. Het is misschien wel een manier van, ik ga haar misbruiken. Door de piano te krijgen, krijg ik dat meisje, die vrouw dus. Maar gaandeweg is de relatie anders geworden. Is zich ontwikkeld van een man die uit was om haar te misbruiken, tot een man die om haar gaf. Dus ik zag dat omslag, hè, dat verandering, dacht ik. En dus de mannen komen, ze representeren beide een hele andere wereld, toch? Precies, maar die andere man, dus hij zegt dat hij een Maori is, in ieder geval, maar dat is haar ook niet helemaal. Ik bedoel, is dat niet wat we nu, hè, die tatoeages op zijn gezicht, nu zouden we zeggen dat is cultural appropriation. Inderdaad, dat mag helemaal niet. Inderdaad. Maar dan wil ik best iets over zeggen. Hij doet zich voor als een Maori, maar dat is hij dus niet. Nee. Met de privileges van de Maori's. De rol van de Maori's. Daar komen we zo op. Ja, precies. Dat moet je wel zeggen. Dat is echt heel erg. Wat wou jij zeggen over die tatoeages? Nou, ik ben ontzettend bewonderaar van Harvey Keitel, omdat hij zo ongespeeld dingen kan spelen, wat ik net ook beschreef. Dat je ziet aan hem, zonder dat dat er vreselijk dik bovenop ligt, je ziet aan hem wat hij denkt, wat hij voelt, wat je dan meekrijgt als toeschouwer. En dat vind ik heerlijk. Sommige Amerikaanse acteurs kunnen dat goed en hij is daar één van. Ja. Maar bij het eerste shot, dat kan herinner ik me ook nog van de vorige keer dat ik het zag, denk ik, dat is Harvey Keitel en die heeft zijn neus laten beschilderen. Dus ik heb dus nooit één seconde geloofd dat hij Maori was. Nee, ik ook niet. Ik denk dat ze daar dat niet... Dat ben je wel weg als je dat doet. Ja. Dus ik heb de hele tijd... Ik denk, doe dat eens weg van je neus, weet je. Plus dat het dus ook heel erg... Het is heel echt erg. Too much, hè? Ja. Wat vind je van de rol van de Maori? Ja, nee, ik ben dus... 6, 7 jaar geleden was ik in Nieuw-Zeeland op bezoek bij familieleden daar. En ik ging opzettelijk op zoek naar de Maori-cultuur. Ik wilde Maori-schrijvers ontmoeten. Ik wil kennis maken met hun wereld. En ik stond dus versteld van de reactie van mijn gastheren. Die zijn dus Nederlanders die naar Nieuw-Zeeland waren geëmigreerd. En hun houding tegenover de Maori's. Mm. Ik bedoel, iemand zei tegen mij van, we geven ze allerlei mogelijkheden wat doen. Ze mogen gewoon gratis studeren, maar toch kiezen ze om gewoon in de achterstellige wijken gewoon echt
gewoon zo'n neerbuigende houding. Ik kan het gewoon niet geloven. Maar dat is in deze film eigenlijk ook, toch? Ja, dat is ook in die film heel erg duidelijk. En dan ging ik dus met de Maori zelf praten. Yeah. En dan kreeg ik een heel ander beeld van de werkelijkheid te horen. Dat toen voor kort konden Maori's dus hun taal niet op scholen spreken. Mm-hmm. Dus gewoon verboden. Mm-hmm. En was het nou vorige maand of zo, 2 maanden geleden, dat een parlementariër, gewoon een Maori parlementariër, verboden werd om gewoon zijn kleding, gewoon in zijn kledij, gewoon daar te verschijnen, moet ze een das om. Omdat dat de regel is. Dat is toch te gek voor woorden. En dan, dus je zou met een vrouw met zo'n talent, als je een kampioen, je zou verwachten dat het is met, in haar omgaan met de Maori's, de werkelijkheid in de wereld, van dat zij gewoon een beetje, ja, respectvol zou zijn. Nou, ze heeft ze een ruimte gegeven in haar film, hè? Dus dat is je zou zeggen één dat, puntje. Ja, inderdaad. Maar ook weer één draaf. Ik vond, er is een moment dat voor het eerst had ik in dat hele film, dat de menselijkheid van die mensen, dus Flora, toen Flora in elkaar werd geslagen, dus een van de Maori vrouwen ging dat meisje even pakken en daar omhelzen. Dus zij is maar nog maar een kind. En ik vond het voor het eerst, dus... Dit is dat menselijkheid van de Maori's, dat ik had meer verwacht in dat film. Zo'n prachtig gemiste werk. Dus ja, helaas is dat niet... Maar Jane Campion wist ook beter in 93. Dat kan niet anders. Ze is zelf Nieuw-Zeelands. Ja. Echt. Leek mij ook. En ze snappen het toneelstuk niet, dus ze zijn een beetje dom. Ja, precies. Die kinderen, ik weet niet wat jullie vonden van die kinderen die op een gegeven moment tegen een boomstam staan aan te rijden en te zoenen. Ik snapte er niks van. Ik dacht, mis ik iets? Seksueel spelletje om de bomen te eren, Snapten jullie? Dat zou best iets kunnen zijn, maar als het dan zo uit zijn context wordt, dat primitieve volkeren, die zijn altijd seksueel bezig, gaan noemen. En dan is dat zo'n, en dat meisje staat dan ook die boom te zoenen. Ja, dan moet later moet ze poetsen, hè? Gewoon poetsen. De rest van die kinderen hoeft daar niks... Die gaan gewoon een bosje verderop, denk ik. Ja. Maar wat ik mooi vond wel, dat zij dat mogelijk maakte in de film, dat de Maori's wel door hadden, wat thuis, hè, de spanningen tussen die hoofdrolspelers, de blanken, dus de witte mensen, ze hadden het door, dat gevoel had je. Dus ze ging soms lachen zelf van roddelen. Ja. Van, wij weten wat aan de hand is. Kijken naar de witte mensen, kijken wat er gebeurt. En ze maken zich zorgen om kleine dingen of zoiets. Dat zijn toeschouwers ook, hè? Die op de witte aandacht. Ja, ze zijn inderdaad precies. Ja. Soort, ja, dus. Ja, het is echt een totaal een decorum is het eigenlijk. Ja, precies. Meer niet. Ja. Sam Neill, dat karakter, wil hun grond kopen. Ja. Die is daar erg mee bezig. Ja. En Harvey Keitel staat zogenaamd aan hun kant. Maar je merkt het nergens verder. Nee. En dan dat dus in de context van de geschiedenis. Dan met dat hele, omdat in mijn cultuur dus, en zeker in de Maori cultuur, het land is collectief eigendom. Dus, dus van iedereen. Maar dan, je ziet dan zo iemand die alleen maar bezig is om dat grond toe-eigenen. En die mensen hebben het over de beenderen van zijn voorouders, er zijn liggen begraven. Dat kan hem niet schelen. En dat zie je dus hoe het allemaal mis is gegaan toen de dag van vandaag in Nieuw-Zeeland. En dat terwijl mensen bezig gaan met het vereren van het land, zijn andere mensen bezig met het plonderen. Als film, daar zou je nu toch niet meer mee wegkomen. Nee. Maar daarom vind ik het ook niet meer. Dat kan echt niet meer. Maar 1993, dat was ook een periode dat het bespreekbaar werd gemaakt. Dat mensen uit die omgeving zelf films gingen maken. Want dat herinner ik me dat ik in Australië was. Ja. Dat de Aboriginals, vooral jonge meiden, veel met video. Ja. Maar allemaal eigentijdse films gingen maken en zich niet meer de wet lieten voorschrijven. Dus ik begrijp het ook niet
In het begin heb ik, de eerste keer dat ik het zag, heeft het me niet gestoord. Nee, nee had ik dat is zo erg, want toen waren wij ook allemaal zo. Ja, precies. Ja, Campion weet u niet beter. Ja. Ja. En je leest het in geen recensie, lees je hier iets over. Nee. Heel vreemd. Nee. Ik wil even door naar het volgende onderwerp, de seks. En dan kom ik even bij jou, want jij... Maar natuurlijk. Je zegt seks en je denkt Bloeska. Nee hoor, maar... jij hebt voor jouw films heel erg je best gedaan om seks op een andere manier te filmen dan dat jouw mannelijke collega's deden. Ja. En in bijvoorbeeld Van de Koele Mieren des Doods wilde je per se niet een soort missionaris positie en... Een flauwtje mannetje. Ja, dat heb je heel anders aangepakt. Volgens mij gaat de camera, zie je het hoofdpersonage en dan gaat de camera naar beneden. En dan zie je dat ze oraal bevredigd wordt door Dirk de Lint. Ja. Wat vond je van de seksscènes in deze film? Nou, het stond mij ontzettend tegen. Hoe Harvey Keitel dus van een eerst aandachtige man die ziet, die haar kunstenaarschap ziet, zeg maar, want dat had heel veel indruk om gemaakt. Hoe het langzaam maar zeker toch gewoon een verkrachting wordt. Iedere keer moet er iets meer. Ja, het is, net als vroeger had je, een spelletje, dan moest je bij alles, als je verloor, moest je iedere keer iets uittrekken. Strippoker? Ja. Strip. Ja, maar zoiets was het inderdaad. Het, en wat ik toen helemaal niet meer begreep, is dat zij daarin meeging. Ja, en het zelfs nog heel erg bijzonder vond, want zelf helemaal ontdooid. Ja, maar dat is zo raar verteld, want... van dat ze in het begin zo nurks is en zo in zichzelf gesloten, dan kan je je voorstellen dat als die vrouw eindelijk lichamelijke aandacht krijgt, dat daar iets losbarst. Ja. Dat zit in Koele Mieren ook. Mm. Maar dat was zo onzichtbaar, dat daardoor werd de actie van die man werd ook onsympathieker eigenlijk. Ja. Mm. Omdat ze als een plank hout in het begin erbij lag. Dus ik snap ook helemaal niet het moment waarop het vlammetje gaat branden. Mm-hmm. Waardoor die man onsympathieker wordt. En dat vond ik in het verhaal, in het script vond ik dat dus raar. Als je dus de recensies van die tijd leest, dan zegt, het is echt feministisch, want niet de vrouw is bloot, maar de man is de eerste die bloot en frontaal en kwetsbaar in beeld komt. Dat waren we blij in. We waren zo blij in die tijd met een kleine omkering. Ja, want ik vond het dus helemaal niet feministisch. Nee. Wat vonden jullie daarvan? Nee. Hij had wel mooie billen. Nee. Mooie billen? Ja, dat zag je niet vaak. Nee. Er zit een omkering, want hij is naakt, hij is anders gepositioneerd dan meestal, maar het is toch een beetje blij met met heel weinig. Ja, een dode mus. Ja, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Dat wilde ik eigenlijk zeggen, Wat vind jij? Ja. Dat beeld, ik heb dus de film, ik weet nog hoe lang geleden, dus 20 jaar of langer geleden gezien. Maar het beeld van Ada als een prachtige vrouw is wel bij mij gebleven. Bij die seksscène. Zo magisch. En Havik had het helemaal niet. Ik wist niet eens dat hij als eerst bloot werd. Maar echt dat beeld, ik vond het een van de mooiste beelden van een vrouw. Ik toen de dag van vandaag weet ze nog precies hoe zij daar in dat bed zat. Ja, in een hoekje. In een hoekje. Ik vond het mooi. Hmm. Ja, dus ik wil het nooit vergeten. Dus toen ik nog een keer ging kijken, dan viel er pas op dat het Harvey Keitel personage als eerst bloot ging. Dus ja, Maar wat wil je daarmee zeggen? De benadering. Ik wil zeggen dat er dat wel een soort hommage was aan de vrouw. Ik weet niet van geen kampioen. Van kijk, hoe mooi kunnen wij zijn op een niet heel erg manier. Niet op een hele denigrerende manier, maar op een prachtige manier een menselijk lichaam. Nou ja, daarom was dat de eerste keer dat je met hem meevoelt. Het is als je dat mooie nekje ziet als ze zitten spelen. Ja. Dat is een heel erotisch beeld. Dus je begrijpt ook goed dat hij daar even aan wil zitten. Maar dat vind ik van een heel ander kaliber dan dat ze zich uit moet kleden. Nou, met al die dingen is uitkleden ook zo'n gedoe. Ja. En dan gaat het een grens over. Ja. Ja. En dat vond ik jammer. Wat vonden jullie? Kijk, je hebt de seksscènes tussen Ada en Baines. Dus Harvey en Holly. Ja. Maar ook de seksscènes tussen de Sam O'Neill figuur. Ja. En eerlijk gezegd vond ik die aangrijpender. Ja. Omdat je daarin heel erg een hoofdpersonage zag, namelijk de man, Sam Neill, die
gevangen zat. Hmm. Hij wilde wel iemand zijn die dat kon, maar hij was het niet. Hij zat helemaal gevangen in de Victoriaanse. Ook in die onmacht en ook in die wanhoop. Hè, hij ziet nou via een ander dat ze wel seksueel zich ontwikkelt, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. En ik vond het ook een hele aangrijpende scène, omdat het zo wanhopig is. Want je denkt ook van, hij gaat het nou toch niet midden in het bos verkrachten, hè? Maar dat door die draai en die wanhoop van hem, dat het een dubbele bodem krijgt, die ik heel interessant vond. En ook hij kan haar ook niet toelaten, hè, als zij hem gaat aanraken. Hij kan het niet. Nee, precies, want dat was zo mooi, dat zij wrijft dan over zijn bil of zo. Ja, en hij zo denkt, met de buitenkant van de hand. Ja. Dat is ook zo mooi. Hij kan het niet. Dan krijgt zijn personage iets heel interessants. Ja. Ja. Ik vond hem eigenlijk een prachtig, tragisch personage. Ja, vond ik ook. Ja. Niet dus, toen in 93, toen ik hem zag, of misschien 94, vond ik het een beetje een sukkel. Mm. Ja. Het komt ook omdat ik niet heel erg fan van Sam Neill ben, maar dit is over. Mm. En nu had ik eigenlijk wel kijk, de mannen deugen niet, maar ik had iets meer met hem dan, die man, hè? Iets meer met hem dan met Bates. Nou, het grappige is dat toen, ik weet niet of jullie je dat nog herinneren, maar alle vrouwen waren van, Harvey Keitel in deze rol, zo mooi. Ja. Maar dat had ik nu helemaal niet. Net een sukkel is het, hè? Ik vond hem een beetje naar eigenlijk. Maar ik vind Sam Neill, ik ben een fan van Sam Neill. En ik vond het een heel tragische figuur. Maar ik ben ook fan van Harvey Keitel. En ik vond hem erotisch toen de tijd, dat kan ik me nog herinneren. Dus ik verheugde me er ook wel een beetje op. Maar dat was nu niet meer. En ik ging erbij schrijven, weet je, om voor te bereiden vandaag. En ik schreef echt op het, wat dreint hij? En hij heeft karakter. En hij dreint dat hij niet. Weet je, dat is een soort van omkering als ze de eerste keer seks met elkaar hebben gehad. En ze gaat weg, zegt hij van, ik mis je nu al. Weet je, alles wat je van een vrouw niet wil, gaat hij nou doen. Dat vond ik ook. Ja. Heel vrouwelijk is hij. Verschrikkelijk. Ja. Maar wat ik wel weer interessant vond, dat eigenlijk bedacht ik me, ik weet niet of ik gelijk heb, dat hoeft ook niet. Maar dat het meeste met hem gebeurt. Hè? Want als hij op een gegeven moment is hij heel eerlijk als hij zegt, ik wil het niet meer zo. Ja. Oh ja. Dus dat is hij. Hij houdt zichzelf tegen op een gegeven moment. Ja. Omdat het is natuurlijk een smerige duif. Ja. Was een deal. Jou een hoer en mezelf. Ja, dat vind ik heel mooi dat hij dat zegt. Van, ik maak mezelf slecht en jou een hoer. Dat vond ik een mooie interessante omdraai. Maar het grappige is, hij zegt het en dan denk ik, which sums it all up, dit script, weet je. Wat wil je nou, Jane Campion? Wacht even, we gaan nog even door, want de tijd gaat door. Ik heb jouw boeken gelezen en dan zie je dat jij vanuit jouw voorouders eigenlijk een hele bijzondere band hebt met de natuur. Mm. Hè? Voor jou is voor jouw voorouders, ik weet niet of dat voor jou ook zo is, de natuur niet zomaar een decor, maar iets waar je echt verbinding mee maakt. Hoe zag jij de rol van de natuur eigenlijk als een soort personage in deze film? Ik vond het prachtig, maar ook een beetje vijandig. Hè? Het is moeilijk om te doordringen en overal modder, hè? Dus, maar toch prachtig. Ja, je hebt die wijsheid van het strand, van aankomst en vertrek. Ja, ja. Enorme kale leegte. Ja. En dan die totale verkantheid van dat bos. Van het bos, alsof het bos wil die mensen daar niet hebben. Hè? Ja. En dat is misschien een symbool van kolonialisme, van jullie zijn niet hier niet welkom. Dit is, dit aarde is niet van jullie of zo. Het is een beetje als een sprookje. Een levend bos, wat die mensen steeds weer. Wie wil daar nou wonen? Ja, wie wil daar nou wonen? Het gaat echt. De tochten daar. Ja, en alles is klein, hè? De huizen zijn heel klein. Echt. Het is alsof Nieuw-Zeeland bestaat uit die kleine wereld. Is echt benauwd bijna. Ja. Heb je dat gevoel? Alsof je er niet een groot huis kan bouwen. Ja, precies. Ja, maar voor mij was dat ook heel erg het Victoriaanse. Ja. Het koloniale. Alles was naar beneden gedrukt, zeg maar. Oppressie. Ja. 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 Ja.
de moeder en de dochter, Gerlinda. Verraad, verraad, verraad. Ja. Altijd interessant. Ja. Psychologie. He, dat de dochter verraadt de moeder verraadt de dochter. Ja. En toch, aan het begin en het eind zijn ze ongelooflijk samen. Ja. Hoe heb je naar die psychologie gekeken? Ik vind eigenlijk, ik weet niet of ik nu goed of antwoord op je vraag ga geven. Ik vind eigenlijk het personage van Flora het allermooiste. Wat je zei, dat kind speelt nog wel. Heeft ze ook een Oscar voor gekregen, 11 jaar geleefd. En haar personage is misschien wel het rijkste, misschien wel het met de meeste verdieping. Want ze doet goede dingen en ze doet slechte dingen. Ik weet niet, ik ben geen psycholoog, maar die relatie tussen moeder en dochter is een hele ongezonde. Want de moeder is een soort van, hij heeft zichzelf gehandicapt met een verkeerd woord gemaakt. Het kind heeft een veel te verantwoordelijke rol. Ja. Die neemt ze serieus, daar speelt ze spelletjes mee. En op een gegeven moment moet ze ineens weg. Hè? Ze zegt van, ik ga nooit papa tegen die man zeggen en dan gaat ze papa zeggen. Het is een verraad. Ja, dat vond ik zo mooi. Ja, vond ik ook heel mooi. En dan zegt ze ook niet mama, maar mother. Mother. Zo heel heel dramatisch. Ja, ja. Dus, moeder, ik heb je verraden. Ja, ik vond eigenlijk Flora het meest feministische karakter. Ja? Ja. Vertel. Ja. Ja. Ik snap het wel. Ja. Nou, omdat ze heel eigenzinnig haar eigen pad kiest. Ja. En ook haar eigen afwegingen maakt. Terwijl Holly is toch een beetje een speelbal tussen die mannen. Ja. En Flora, die gaat gewoon voor Flora. Ja. Mm. Ja. Ja, niet dat feminisme is dat je alleen voor jezelf gaat, maar ik vond het wel heel sterk. Nou, ze zorgt er ook voor dat die moeder moet weg bij Beens, want het is toch niet goed wat daar. Ja, precies. Dus en ze wil de moeder natuurlijk ook weer terug. Wat Flora probeert te zeggen van, ja, je bent dus getrouwd met deze man, dus dat is jouw man, blijf maar die man en niet bij... Hè, dus ik dacht dat Flora meer van, ja, zo hoort het leven te zijn. Hè, dus... Ja. Man en vrouw, dus kinderen zijn. Ja, traditioneel rol, dus, en dus ja, ik, daarom ga ik ook, en dat is dus de eerste verraad, dan eerst afspraak, ik ga hem geen papa noemen, en dan meteen later papa, en dan, dat is één, en dan, je moeder wil een eigen werk kiezen, nee, dat hoeft niet, je hoort in dit huis te zijn. En het is ook, maar het is ook wraak, hè, want ze zou nooit haar moeder verraden hebben. Als ze zich niet zo aan de kant gevoelt. Ja, en terecht. Ze zijn heel symbiotisch en opeens moet zij buiten spelen. Ja, ze voelt zich inderdaad in de steek gelaten. Inderdaad, de moeder ging dus de deur dicht doen. Je mag niet naar binnen. En dan is het inderdaad wraak. Dus, in de zin kan als in een spelletje, want ze speelt spelletjes. Dus precies. Helemaal voor dat kind. Maar ik zou hier best een psychoanalyticus wel eens over willen. Wat dacht jij van haar vleugeltjes? Waar staan die voor? Dat was ik over aan het puzzelen. Van, ja, precies. Waarom heeft ze die vleugeltjes? Want later, als Sam Neill zeg maar de vinger afhakt van Ada. Dan zegt hij, I just clipped your wings. En dan heb je die dochter al de hele tijd met wings gezien. Ja. En ook dat blauwbaard toneelstukje. Ja. Met die kleine kindjes die totaal niet begrijpen wat er aan de hand is. Maar ik dacht, wat zegt het over Flora? Dat ze heel... Een deel van de film een engeltje is. Nou, de eigen fantasiewereld. Hè? Want ze fantaseert er natuurlijk behoorlijk op los. Want waarom de moeder de stem kwijt is. Ja. Is ook een verhaal waarvan ik denk dat zuigt ze uit de duimen waar je bij staat. Ja, maar ik dacht ook dat het een soort symboliek zou zijn. Ja. Dat het een soort symboliek zou zijn, die vleugeltjes. Ze komen uit het toneelstuk en ze blijft ze dragen. Dus ze raakt steeds meer in een fantasiewereld verstrikt, denk ik. Zoiets dergelijks. Ja, het zou kunnen. Daar heb ik het niet over nagedacht. Maar ik heb Engels. Of misschien omdat de moeder een pianist is met een piano spelen. Het zit alsof je gewoon vleugels hebt. Dan kun je vliegen in je fantasie. Het kan symbool zijn voor dat creativiteit. Ja, wat ik zelf vind, als ze die vleugels heeft, dan nu ik ook alweer aan de film terugdenk, zie ik haar automatisch vanwege die vleugels op de rug meer door de film fladderen. Dus ik krijg een beetje ruimte en lucht door. Ja. Dus eigenlijk wordt aan het einde haar personage nog weer interessanter en mooier en groter. Dat is nog steeds geen verklaring hoor. Maar. Gewoon, dat hele prachtige muziek soundtrack. Hè? Was het op het strand? Als je samen gaan dansen of zo? Ja. Dus het kan. Ja, als je danst kun je wel eens vliegen. Ja, het is meer elfje dan engeltje, waarschijnlijk. Ja.
Laten we het hebben over de climax. Het moment dat alles misgaat en de vinger eraf wordt gehakt. Ja. Wat vond jij? Ik vond het wel pittig, ja. Ik weet wel, de eerste keer, je ziet het aankomen, want die man is zo ontzettend kwaad en beledigd en in het diepst van zijn ziel vernederd en noem maar op. En dan gaan mannen rare dingen doen. Nou, dat klopte dus, maar toch was ik heel erg geschokt dat hij het ook inderdaad deed. Mm-hmm. Want ook door de keuze van die acteur, dat heeft toch een beetje een zachtmoedig gezicht en een beetje een sukkeltje, een beetje vriendelijk. En je gunt hem toch ook wel een beetje seks met zijn eigen vrouw eigenlijk. En dan is toch die daad, vond ik heel heftig, maar dramatisch gezien dus ook heel goed. Vertel eens. Omdat het onomkeerbaar is. Ja. En ik vind dat zelf altijd heel moeilijk om zulke dingen te moeten bedenken en schrijven voor mijn eigen verhalen. Maar het is onomkeerbaar en dat is natuurlijk de ware aard van drama. Ja. Ja, ik vond het een geweldige scène, omdat hij eigenlijk opnieuw haar stem afneemt. Ja. Toch? Ja. Ze praat al niet, maar nu is alles kapot. En ik was ook al heel blij dat het niet die hele hand was. Oh, het is maar een vinger. Het is een puntje. Hij is ook al een klik laten zien. Wat vond jij van de climax dramatisch? Ik dacht dat het de hele hand was. Ook. Ik was helemaal vergeten dat. Maar ik wist wel dat het een climax was. En ja, ik had het over in het begin over Thomas Mann en Dode Venetië, over de kunstenaar die dan. Door onze passie, kunstenaars van passie, te volgen soms, leidt dat tot allerlei ellende. En in het geval van Ada is dat afhakken van de vinger. En er zijn ook voorbeelden van in het echt leven van een grote Nigeriaanse kunstenaar, Christopher Okigbo. Hij was in het begin 30 en niemand kon snappen tijdens de oorlog, de burgeroorlog in Nigeria, zo intellectueel van wereldniveau, waarom ging hij aansluiten bij de rebellen om te vechten in een oorlog dat het gedoemd was om te mislukken. Waarom? Waarom doe je zoiets? Ja? Dus een ader zou je zeggen, er zijn andere manieren om je kunst te bereiden. Je kunt beter in het leven blijven dan dingen blijven volgen, verlangen naar iets dat het toe zo'n ellende kan leiden. Bedoel je dat het het lot is van haar als kunstenaar? Nee, het is alsof zij heeft. Nee, de keuzes die ze heeft gemaakt. Het is een keuze die ze heeft gemaakt. Het is niet een lot. De keuzes die kunstenaars maken. Hè, dat het gelijk zijn om keuzes te maken die tot allerlei ellende en problemen kan leiden. Mm-hmm. Ja, en bijna aan het eind van de film, kunnen wij daar straks hebben. Wilde zij met de piano gaan verdrinken. Ja, maar die bewaren we nog even. Die bewaren we nog even. Want dat is een hoofdstuk apart. Ja, inderdaad. Maar ik vind het heel apart dat hij haar vinger afhakt. Ja. En dan daarmee zegt hij eigenlijk, je bent van mij. Ja. Hè? En ik doe met jou wat je wil. Ja. En trouwens, jij wil met hem mee. Ga maar. Dag. Ja. 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 Nee, dat snapten jullie die? Nee. Nee, die snap ik niet. Ik vond het wel heel fijn, hè, want je wil dat iedereen gelukkig wordt. Maar ik snap het wel. Ik snap het. Ik heb spijt gekregen van, hij wil haar niet meer. Die daad was niet, je bent van mij. Die daad was, je gaat dus geen piano meer spelen. Omdat dit, waarmee ik de piano is het al die problemen ontstaan, dus je bent dan naar die man gegaan vanwege de piano en niet misschien vanwege liefde of en dergelijke. Puur vanwege de passie en liefde voor de piano. Dus de piano is de oorzaak van al die ellende. Dus vinger af, geen piano meer. Eind verhaal. Nou, gaat die even bijkomen en denkt die van, spijt. Nee, ik denk dat pure wraak is geweest. Nee, spijt in de zin van, je mag gaan. Gewoon, ik laat je los. Of vinger eraf, ik hoef jou ook niet meer. Gewoon een dubbel beeld. Ja, denk jij dat ook? Vinger eraf, ik hoef jou niet meer? Ja, dat denk ik eigenlijk. Nou ja, ik denk dat hij wraaklustiger is. Zonder vinger. Hij vermoordt eigenlijk haar. Ja. Haar ziel. Ja, haar ziel. Hij vermoordt haar ziel. Dus ik had ook gedacht van als die piano naar beneden gaat en zij erachteraan. Ja, dat vond ik eigenlijk wel een mooi einde. Ik dacht de eerste keer dat het einde was. Ja, ik denk, is dit
is dit een mooi, dat in had het kader van het melodrama. Ja. Zo, dat was ook zo prachtig gefilmd, die rok die zo opbolt en het voetje in die lijn. Ja. Hè, een niet meer om te keren situatie. Ja. Ja. Maar ja, misschien mocht het ook wel niet van de Ik denk dat het een productieding is. Ja, dat denk ik echt. Hè, dat Wat niet. Bedoel je? Ik kan me voorstellen dat het eigenlijk haar gedroomde einde is. Ja. Maar dat de producenten hebben gezegd, dan moeten... Moet wel een beetje happy end zijn. Een beetje happy end, alsjeblieft. Ja. En door dat happy end is het volgens mij zo'n hit geworden. Want het komt toch nog goed in het Ja, inderdaad. Komt een soort van. Goed, ja. Ja, het is heel apart wat er gebeurt in die laatste scène. Want ik heb hem nog even twee keer teruggespoeld. Ja. Van, zet ze nou echt die voet erin? Ja, ze zet hem erin. Maar ze zet hem maar echt in. Het is echt zelfmoord. Ja, ze zet hem echt in. Ja. Ja. Van... Ik wil mee. Dus als de piano... Ja. Maar het is ook raar dat ze eigenlijk dan in eerste instantie zegt... Gooi dat ding maar overboord. Ja. Snapten jullie die? Nee. Ja, die snapte ik wel. Ja? Vertel. Ja. Nou, te veel... Er is iets opgehouden. Ja. Door het afhakken. Ballast. Alleen, ik zat net te kijken hoe hak je een pink af met zo'n grote hamer. Maar dat is te praktisch gezien. Dat is heel moeilijk als je niet die andere vingers wil raken. Dus maar goed, dat is even terzijde. Maar... Het is klaar, er is iets klaar. Voor. Dat heeft hij veroorzaakt met zijn wraakactie. En als die piano weg is, dan is zij eigenlijk ook weg. Mm. Dus daarom vond ik het ook zo'n mooi einde. Ja. Maar ze zitten in die roeiboot en zij zegt, doe dat ding eigenlijk maar overboord. Ja, maar omdat er iets klaar is voor haar ook. Ja. En ze kan in principe ook niet meer, ze kan hem niet meer bespelen zoals ze zou willen. Dus de kunstenaarschap is geaborteerd eigenlijk. Misschien is het dat het een beetje snel tussendoor gaat, dat het raar is. Ja, maar dat vind ik ook wel fijn, dat het niet zo goed wordt uitgelegd. Mm-hmm. Dat je een beetje zelf moet denken van, hé, hoe zit het? En mensen doen onverklaarbare dingen, dus dat vind ik ook niet erg. Mm-hmm. En ik denk dat jullie het wel bij het rechte eind hebben allebei, door haar echt... heel erg te zien als een kunstenaar. Yeah. Mm. En de film heet niet voor niks The Piano. Piano. Yeah. En het droombeeld, hè, want dan zie je de happy ever after. En zij met die metalen vinger en Flora dansen en Harvey blij. En dan, een eindshot is toch de piano. Yeah. Onder de golven met haar eraan vast. Jane Campion toch een beetje de zin gekregen. Ja, ik vond het heel mooi en heel intrigerend en heel fijn dat het niet logisch was. Ja. Mm-hmm. Ja. Ja. Maar ja, soms moet je happy eindigen. Ik denk dat het als je heel veel geld hebt gekregen. Ja? Ja. Jij denkt het ook, wat Gerlinde zegt, dat het productie is geweest. Die zei, kom op. Ja. Ik denk ook dat ze concessies heeft gedaan. Je mag die film maken, maar er moeten wel dingen veranderd worden. Mm-hmm. Ik vind als ik het nog heel even mag zeggen, die scène naar het afhakken, die is heel lang en zo fantastisch gefilmd en gemonteerd. Ja. En het einde is niet dat het afgeraffeld wordt, maar het gaat wel snel. Toch te snel. Mm. Ja, vond ik ook wel. Ineens, doe die piano maar. Dan ga ik zo in de praktische modus, had hem dan niet op die boot gezet. Ja, ik heb ook een praktische irritatie. Ik heb zelf een piano. Alle tien nog. Maar als je die 3 dagen in de wind en de kou en de nattigheid op een strand laat staan, dan is hij echt heel erg ontstemd. Ja. Ja. Dus dat ik denk, wat is dat nou vervelend dat me stoort, weet je. Ja, maar Harvey heeft toch een stemmer laten hebben. Ja, de vraag is of je hem nog een stem krijgt. Ja, precies. Ja. Dus toen dacht ik, dat ik daar tijd aan besteed om aan te denken, is een teken dat ik niet meer zo diep de film in kon duiken als ik de eerste keer Nee, precies. Nee, dat is ons overkomen. Ja. Ik denk alleen dat jij nog wel echt die romantische gevoelens hebt voor deze film. Ja. Ja, dat mag hoor. We hebben nog 10 minuten. Ik wil nog even over het camerawerk en de montage praten. Ja. Ik vond het prachtig gefilmd als leek. Ja. Wat vond jij? Ja, ik vond dat viel me nu meer op, omdat je natuurlijk ook een tweede keer naar kijkt en dan op alle aspecten gaat letten, waaronder dus de muziek echt super prachtig met die herhaling en dat zij het ook zelf speelt. Ja, knap. Ik heb eenzelfde situatie gehad met Koele Meren, dat Dirk de Lint is een pianist. Mm-hmm. En hadden zo'n shot bedacht dat hij gaat zitten,
Hij had de eerste akkoorden van Chopin had hij gestudeerd, dat kon hij. En dan als hij verder speelt, en dan speelde hij echt, we wisten niet welke componist dat was, maar dan ging de camera net op tijd naar achteren en eromheen. En dat gebeurde hier ook een paar keer. Ze kan de eerste akkoorden. Dat herken jij. En dat, ik denk, dat is een listige manier om dat op te lossen. En dan geloof je helemaal dat zij fantastisch piano kan spelen. Ja, je gelooft het ernaar. Maar voor de rest van het was ook vrij close gedraaid ook allemaal. Dus heel in het begin, dat vond ik ook heel erg mooi. En waardoor je toch steeds heel dichterop zat. En dat is gewoon een keuze. Ik bedoel, je kan zeggen, we zitten op een mooi strand, een mooi eiland. We gaan een paar keer wel zo'n totaal op het einde van het strand daar lopen. Dus dat heeft ontzettende bijdrage geleverd. Jij? Over de montage, camera? Nou, ik vind het camerawerk, die kleur die zij heeft gekozen met de cameraman. Dat blauwe, dat groene, dat rood en dat geel dat steeds uit is gehaald. Dat maakt het zo gothic. Ja. Ja. En dat bos zo eng sprookjesachtig. Ja. En dat maakt haar ook heel bleker dan bleek. Ja. Victoriaans. Ja. 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 Het is niet dat ik die hele film denk, oh die kleur. Maar het komt wel heel vaak terug. Ja. Ja. Dat maakt het dat ik het mooi. Dat vind en ik het vond de montage draai. Nog eigentijds. Is ook zo. Ja. Ja. Ja, dat was niet traag. En de fotosessie in de regen, vond ik ook. Prachtig. Ja. 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 Ik geloof dat het Godard was die heeft gezegd, je herinnert je een film niet aan het hele verhaal of de plot, maar je herinnert je een paar beelden, een paar scènes. Ik onderstreep dat enorm. Ja. Wat is de scène die bij jou blijft hangen voor deze film? Het beeld. Haar vinger is net afgehakt en zij zakt in de modder weg als een pop in de jurk. Mm. En ze blijft een beetje ook zo, echt als een ballet, als zo'n balletpopje wat je op kan draaien en ophoudt. Ze zakt zo schuin weg van achter gefilmd. Dat vind ik zo magistraal. Mm. Ja, is prachtig. Zo het is echt ineenzijgen. Mm. Ja. Ja, in die... Veelste in die jurk. Ja, die dan ook zo mooi zo ophoft. Ja, waardoor ik bijna special effect was ik hem maar. Weet je, maar dat wil je natuurlijk. Zonder vinger. Wat is het beeld van jou? Aan het einde. Zij gaat met touwtje om haar enkel en dan en dat is in de zee. En dan, net als wij gaan denken, dat zij echt doodgaat en dan begint zij weer los. Hè? Enkel los te krijgen en dan even weer omhoog, vond ik het gewoon prachtig. Ja. Ja, en heb ik ook daarbij gezegd nog, dat beeld met haar, van haar met dat bed. Ik vond het echt, die zijn de twee beelden die al na die jaren, die zijn bij mij zijn gebleven. Ja. Echt mooi, mooi. Dus de wedergeboorte. Ja, de wedergeboorte, de wedergeboorte. Voor jou, Noeske? Ja, ook de piano met ook die kleren werken ook zo mee. Ja. Dat ook in die modder, dat zo oppoft. Dat het echt een soort laatste adem of zo. Okay, dit is heel mooi. En wat ik me heel goed herinnerde en wat ik toen ik terugzag me ook heel erg ontroerde, is dat dansen van dat kindje aan het strand. Dan heeft ze wat wier gevonden of weet ik veel wat, iets wat je op het strand vindt. Dan heeft ze volslagen, woest, prachtig, mooi... danst ze daar. Ja. Dat vond ik ook zo. Zij is dan even helemaal los van al die grote mensenellende. En dat vond ik ook echt een heel mooi beeld. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Voor mij was het beeld op het strand. Ja. Gewoon alles wat op dat strand was. Eigenlijk alles. Gewoon dat strand met die piano en die kostuums en die hoepelrok en het dansen inderdaad. En het kamperen onder die... Je onder de hoepelrok gaat kamperen. Ja. Ik bedoel... Ja. Ja. Het was echt een hoepelrok, toch? Zo groot was het, dat ze eronder... En zij zijn natuurlijk ook heel klein, maar... toch. Dat was het, denk ik. Ja. Er is een vraag van een kijker. Beide mannen overschrijden eigenlijk Ada haar grenzen. Maar de ene man wordt nog slechter neergezet dan de ander. Waardoor je haast sympathie krijgt voor George. Dat is dus de Harvey Keitel figuur. Mm-hmm. Een fenomeen wat je vaker ziet in films. Hoe kijken jullie daarna, is de vraag. Mm-hmm. Beetje een moeilijke vraag. Ja, dus eigenlijk door één man slecht dat je hebt een bad guy en een good guy. Dat is eigenlijk het bad guys in dit film dus. Ja, precies. De ene is slecht en de andere... Is ook slecht. Ja, het is een harde wereld. Ik bedoel, voor vrouwen. En weet je, het is toch een beetje een boeketreeks verhaaltje uiteindelijk.
Ik weet dat, want ik heb heel veel gelezen toen ik... Vertel. Toen ik veel te jong was. Ja. Echt heel veel, want ze zaten bij mijn oma in de leesmap. Ja. Ja. En dan had je een soort van keurige man, waar veel vrouwen het prima mee hadden kunnen vinden, maar die was dan niet erotisch genoeg voor, hè, voor het hoofdpersonage, ja. Sam Neill. Ja. En dan had je de woeste man met een foute randje. Ja, die niet getemd kon worden, behalve door de hoofdpersoon. Ja, ja. Ja. Dat wisten ze, dat wisten ze dan niet meteen, maar daar ging dat boekje dan op. Nee, dat is romantiek natuurlijk. Ja. Ja. En dat is romantiek, maar en dan vergeet je halverwege dat die eigenlijk ook niet deugt. Ja, ja. Precies. Ja, ja, goede vraag. Maar dit is inderdaad dus een goed romantisch principe. Ja. In een vertelling eigenlijk, in elke vertelling wel. Ja. Dat een good guy tegen een bad guy, dat altijd succesvol is. Ja, werkt heel goed. Ja. En dat de bad guy dan sympathieker is. Ja. Ja. Want die is natuurlijk spannender. Spannender. Ja. Die komt op een paard aanrijden. En maar dat is romantisch tot een bepaalde leeftijd. Hè? Daarna word je verstandig. Ja. Ja? En dan denk je, ja. Jij nooit geworden. Ik wel hoor. Gelukkig wel. Ik denk dat het was. Ja. Tenzij jullie nog iets heel belangrijks willen vertellen, wat ik niet ter sprake heb gebracht. Nee, alles wat ik in mijn hoofd had, waar ik over na zit te denken. En ik wilde zeggen dat een van de Maori-spelers, die man, ik ben zijn naam vergeten, maar hij is later doorgebroken in Hollywood. Mm-hmm. Is hij erop gevallen? Ja. Ja, ik weet nu ook zijn naam niet. Ja. Maar hij speelde in die prachtige Maori-film. Once Were Warriors. Ja, Once Were Warriors. Ja. Dat is eigenlijk. Maar ik weet ook zijn naam even niet hoor. Nee. Dat, dat is ook wel weer erg dat wij dat dan niet weten. Ja, inderdaad. Wij zitten hier te praten over Ada, Flora's en we weten niet eens. Dus we nemen toch met een beetje schaamrood op de kaken, nemen we afscheid. Wij zullen ook ons leven beteren. Het was heel erg leuk dat jullie keken. Hartelijk dank Noeska van Brakel, Van Bas-Sherif en Gerlinde Heijwegen. Dankjewel. Dank je. En jij bedankt.